Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 3 februari. Er vallen een aantal buien vandaag in Nederland en sommige die gaan gepaard met hagel, onweer en ook natte sneeuw. En boven de Noordzee zien we ook nog een aantal buien en die moeten ook nog gaan passeren. Met andere woorden, we zijn voorlopig nog niet van de buienactiviteit af. Ook het model laat die buien duidelijk zien boven Nederland. Vanavond is het zo dat de meeste buien in het noorden vallen. En ook vannacht is met name het noorden en het westen van het land gevoelig voor een aantal buien. Later in de nacht wordt het droog, maar dat is tijdelijk, want u ziet het al: vanuit het westen trekt een regengebied over. En morgen zijn er dan ook langdurig perioden met regen. In de middag wordt het vanuit het westen droger, maar het duurt tot de avond voordat het ook in het oosten droog is. Ja, vanavond is dus nog een aantal buien, bijmatige tot krachtige wind uit westelijke richtingen. De buien kunnen nog steeds gepaard gaan met hagel en onweer, maar de meeste activiteit verdwijnt geleidelijk aan wel. De temperatuur ligt vanavond zo tussen de 4 en de 6 graden en daalt vannacht naar zo'n 2 tot 6 graden. Met name in het oosten en zuidoosten kan het nog flink afkoelen als gevolg van wat opklaringen. Morgen gaat het vanuit het westen regenen en dan zien we overdag toch wel enige tijd regen in heel het land. In de middag wordt het vanuit het westen droog en zoals gezegd tegen de avond zal dat pas in het oosten van het land zijn. De temperatuur ligt tussen de 7 en de 10 graden en er staat een matige, soms vrij krachtige wind uit westelijke richtingen. Vrijdag blijft het op veel plaatsen droog. Alleen het oost- en zuidoosten blijven gevoelig voor wat lichte regen. De temperatuur ligt rond de 10 graden en er waait een matige wind uit het zuiden of zuidwesten. In het weekend wordt het weer een stuk wisselvalliger. De zaterdag die begint nog wel droog, maar later op zaterdag gaat het van het westen uit regenen en trekt de wind ook stevig aan komt een krachtige zuidelijke wind te staan en later in het noordwestelijke kustgebied mogelijk ook wel een stormachtige wind. Ook zondag is een zeer wisselvallige en wat gure dag met diverse buien en temperaturen rond de 8 graden. En volgende week blijft het wisselvallig. De winter blijft voorlopig nog ver weg. Het enige wat we zien gebeuren is dat later in de week er een kleine kans op nachtvorst komt. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u een fijne dag.